ja, precies. Facebook, ik heb maar zelf, geen precies. Ja. Nou, ik heb zelf, hè, ik heb zelf 8000 mensen op Facebook. Heb ik dan vervolgens vrienden? Nou, niet echt. Dat is raar om dat zo te denken. Mm. Maar toch denken mensen dat van. Toch denken heel veel jongeren, ik heb 700 mensen op Facebook. I'm liked. I'm loved. En dan blijkt het niet zo te zijn. Wat doet dat met mensen? Hoe ik het opvat, naar mijn inzicht, is gewoon een, ja, een waanillusie. Want iedereen wil rich en famous zijn, zoals de Kardashians en weet ik veel wat allemaal. Maar ondertussen, puntje bij paaltje, denk ik niet dat die mensen super gelukkig zijn. Zoveel duizend vrienden op Facebook, oh, ik heb zoveel duizend mensen op mijn Twitter, oh, ik heb zoveel duizend mensen op mijn Instagram, ja, en zo wat. Want aan het einde van de dag, wie zijn je echte vrienden? Ja. Maar denk je ook niet, hè, dat heel veel jongeren, juist omdat ze dat allemaal zien, hè, je noemt zelf inderdaad die Kim en al die types, die geven ons, die protesteren, een fake wereld aan ons. En dat wij dan als volgers denken, oh, dat wil ik ook. Ja. En dat je vervolgens je bijna verplicht voelt om op Facebook te laten zien, kijk hoe leuk ik wel niet ben. Ja. Vervolgens krijg je vrienden. En dan wat gebeurt er dan? Want wat blijkt daarna? Je kent die mensen niet eens eigenlijk. Mm-hmm. Mensen houden van vooroordelen. Mm-hmm. En ever since history, people are so quick to judge. Je weet niet wat die persoon zijn echte intenties zijn naar jou toe. Maar kan je je dan vervolgens voorstellen, hè? Dan zijn er dus jongeren, die zijn op Facebook, die hebben veel vrienden op Facebook. Die zijn daar blij mee. Dus denken, ik ben gezien. Uiteindelijk willen we dat allemaal. We willen gewoon gezien worden. En vervolgens blijkt dan dat het allemaal nep is. Ja. Wat doet het met zo'n jongere? Wat wel eigenlijk voor mij duidelijk is, bedoel, ik heb het zelf niet meegemaakt, maar ik ken wel mensen die dat hebben, dat zijn al onzekere personen. Ja. En de kat in de nauw maakt eraan sprongen. Dus bijvoorbeeld als je op de middelbare school of waar je nu ook omgaat en je bent niet populair, dan creëer je eigenlijk een eigen wereld voor jezelf waar je eigenlijk wel geliefd zal kan worden. En als je erachter komt dat mensen helemaal niet van je houden, maar meer om je aanzien en weten wat jouw achterban is van, oh, ik, bijvoorbeeld, zeg maar wat, jij hebt zoveel connecties en weet ik voor wat, dus, oh, ik ga lekker met Tanja chillen, maar eigenlijk mag ik dat mensen niet eens. Ja, precies. Als jij als onzekere persoon daarachter komt, ja, dan ga je nog verder die put in, wat leidt tot depressie en wat leidt tot God may know what je gaat doen. Ja. En dat vind ik gewoon zonde, blijf gewoon jezelf. Ja. Ga niet, als het ware, je ziel verkopen om geliefd te worden en om aandacht te krijgen en om geld te krijgen. Nee, blijf gewoon jezelf. Wat er ook gebeurt is met jou terecht, hè? Dat je zegt, blijf gewoon jezelf. Maar ik denk dat het voor iemand die onzeker is, is het verdomd moeilijk om jezelf te blijven. En dan zie je dus die, want check dan, want je ziet die Facebook-wereld waar je maskers kan opdoen. Ik kan me mooier maken op Facebook. Ik kan leukere kleren aandoen. Ik kan een mooiere identiteit aannemen. Waardoor mensen denken, hey, ik ga haar liken. Ik vind dat leuk. Maar dat is verschrikkelijk, want je bent dat natuurlijk helemaal niet. Nee, klopt. En ik vind ook dat je eigenlijk gewoon de tijd moet nemen om naar jezelf te kijken. Wie ben ik? Wat maakt mij gelukkig? Waar hou ik van? En wie zijn de mensen die mij steunen op de dikke lun?